De nieuwe brandweerkazerne en politiebureau De Mungo in het district Marowijne zijn opgeleverd. Beide gebouwen liggen op een locatie aan de Wilfred Ronald Vervuurweg tegenover het commissariaat. Vice-president Ronnie Brunswijk heeft het volk van Mungo gefeliciteerd met deze mijlpaal. Het politiestation vervangt de oude bouwvallige locatie van de politie in het gebied, onderstreept Brunswijk. Hij riep de gemeenschap op om ervoor te zorgen dat onderhoud van het gebouw en al de daaraan gekoppelde projecten voortgang vinden. In de tweede fase van het project zullen dienstwoningen worden gebouwd. Wat het verschil is en waarom misschien het ook zo lang heeft geduurd dat we vandaag dit project aan de samenleving kunnen overdragen. Toen wij in die periode aantraden als regering, was de prioriteit herstel van democratie, herstel van de rechtsstaat. En bij het ministerie van Justitie en Politie hadden we dit vertaald naar een beleid, namelijk versterking rechtsstaat en rechtsbescherming. Dat was de prioriteit. In die constellatie van de regering. Nu is de prioriteit herstel van onze economische orde. Volgens Brunswijk heeft de regering werk gedaan dat 14 jaar geleden begon. President Chandrika Prasad Santokhi vond het belangrijk om stil te staan bij de reden waarom de oplevering zo lang heeft geduurd. Matidina D is ons gelukt weer met deze president Amasambe begin afgebouwd en de microclaring. Dus ook in de Sabina Wankado Woroko, je weet nooit waarvoor het goed is dat na no asane kong. En nu hebben we meer. Enkel moet ik dat zeggen, motivatie nodig bij de politie om het werk te doen. En nu krijgen we dit. Dus als een politieman zegt, ik ben niet gemotiveerd, dan misschien niet aan die kering over direct. Of misschien niet aan Saramaka of misschien niet aan Pura. Dat wil ik niet werken. Want je accommodatie, je werkplek, dat is precies wat ik doe voor Paramaribo. Santokhi geeft verder aan dat de regering hard heeft gewerkt aan bepaalde zaken die nu gerealiseerd worden. De regering zal nog veel meer projecten opleveren en vraagt om het nodige vertrouwen, omdat de overheid het niet alleen kan.